Leuk dat je kijkt naar Parada 2. Vandaag ben ik weer bij Bente en gaan wij samen een video opnemen, een spelvideo, waar we deze fantastische met zand gevulde cola fles voor gaan gebruiken. En Bente gaat vertellen wat wij gaan doen. Wij gaan namelijk een paardenroulette doen. Gaan we er al iets meer over vertellen of gaan we gewoon gelijk beginnen? Zullen we gewoon gelijk beginnen en dan gaan we gewoon het spel spelen en dan wordt het vanzelf duidelijk wat we precies gaan doen. Ja, ik ben heel benieuwd, want het wordt denk ik heel grappig. Het wordt of heel mooi of heel lelijk. Ja. We gaan gewoon beginnen. Let's go. Blijf kijken. Wij gaan beginnen met ons spel paardenroulette. En paardenroulette is een soort van spin the bottle. Ken je dat? Wat je vroeger deed als je logeerpartijtjes ging houden. Moest je ook kusjes geven. Moest je ook kusjes geven. Dat gaan we niet doen vandaag. Nee, dat gaan we vandaag doen. Het zou wel leuk zijn met paarden. Dan kunnen we alle paarden kussen. Oké, okay, dat is wel een grappig inderdaad. Goeie voor de volgende keer. Wij hebben verschillende onderdelen van outfits voor Bente en voor Bink uitgekozen. Dus we hebben broeken, we hebben laarzen, we hebben caps, we hebben dekjes, we hebben beenbeschermers, we hebben alles. Alles hebben we uitgekozen. En we gaan dus alles hier uitleggen. Dan gaan we draaien aan de fles. En waar de fles op landt, dat gaat Bente of Bink aantrekken. En uiteindelijk krijgen we dan dus of de meest perfecte outfit die je ooit hebt gezien, waar je zelf nog nooit over na hebt gedacht. Of iets gigantisch lelijks. Daar gaat mijn haarsjaal. Oh jee, blooper! Blooper, die kunnen we er ook bij doen, ook als onderdeel. Ja, oh ja, inderdaad. Okay. Ik ben heel benieuwd wat we... Ik ben ook benieuwd. Ja, wat we gaan krijgen. Nou, leg hem maar neer. Laten we beginnen. Ja. Oké, 1, 2. Go! Oeh, ja. Het is, wat, ja, het is net geen blauw, het net is, geen groen, hè? Nee, het is ook geen grijs, maar er zit wel een beetje van alles in. Ja. Zullen, ja, ja het is, dit en is het hem. Is een lek. Ja, nou. Het is een lekking. Dan ga ik maar even omkleden. Tot nu toe is het nog niet... Heel erg, maar dat komt misschien omdat je sokken en je shirt gaan dan weer samen. En dan, ja. Ja, ja. Maar die schoenen? De schoenen niet, dat keur ik af, maar we hebben nog laarzen. Dan is het nu tijd voor de bovenkleding, de shirtjes. Oké, okay. Goed weer, draaien. Esra, ik wil een mooi outfit. 1, 2. Go! Wat is, dat is deze, ja, het hè? Is, het is niet, kijk, zie je? Het is in het midden. Ik vind, nee, ik ben niet tevreden over. Nee. Nog een keer. Ja, ik vind dat het dit is. Oké, okay, maar dat is, kan op zich nog wel leuk zijn. Het is niet helemaal. Jawel, het is meer deze kant. Het kan op zich leuk zijn, denk ik. Oké, okay, het is vrolijk en zomers. Ja, of ik het echt zo uit zou kiezen uit de kast, dat denk ik niet, maar... We trek het aan. Oké, okay, ik ga hem aandoen. 3, 2, 1. Nou. Ik vind het eigenlijk... Niet eens zo heel erg verkeerd. Nee, ik denk niet dat ik het zo aan zou trekken, maar als ik nou echt... Het is zomers. Als nou van alles in de was ligt en zo, dan zou het best kunnen. Je loopt niet voor gek. Oké. Okay. Maar, daar kunnen we nu verandering in brengen. Je zei net al, dit gaat de outfit maken of breken? Dit is make it or break it. Kijk, als ik zelf zoiets zou mogen kiezen, dan zou ik zeggen, doe bijvoorbeeld die roze, die, want inderdaad. Dat past nog daarbij. Ja, zwart zou ook nog wel, maar... Zwart kan eigenlijk altijd. Ja. Maar er zijn toch ook opties waarvan ik zeg van, nou ja, laten we dat maar vooral even niet doen. Nee, inderdaad. Ik ben benieuwd. Zullen we? Ja, goed draaien, Esra. Kom op. Wat is dit? Is dit de bruin? Oeh, oh. Ja, het is wel die, hè? Jawel. Jawel. Het is wel fijn in deze legging. Die heeft wel van die lusjes. Oh, dit is heel lelijk volgens mij. Volgens mij is dit helemaal niet leuk. Dit is heel stom. Oh, hier gaat de outfit. Nee. Oh. Misschien is het nog te redden. Met een dekje of zo, dat het ergens een terugkomt. Bruine laarzen. Hebben we die? Nee, ik heb die bordeaux rode, maar dat is niet echt bruin. Oh jongens. Ja. Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Ik geef het nog niet op. We gaan door naar de volgende categorie. Oké, okay, let's go. Dan is het nu tijd voor de hoofddeksels. Ja. We hebben ook nog caps, maar het is nu even... Caps doen we op als je gaat rijden. En dit is even voor nu, voor op stal. Voor nu. Ik hoop stiekem jouw haarband. Ja, die hebben we maar even erbij gedaan. Ja. Want die was ik net verloren. Ik dacht, nou ja, goed. Dan hebben we... Okay, go! Ja, dat is wel meer naar daar, hè? Ja, ja, jawel. Oké, okay, dit maakt hem dan weer af, hè? Is wel meer die kant. Hoe gaan we dit... Hoe doe jij dit in? Dit kan dan wel weer. Ja. Zo, toch? Ja, denk ik. Nee, jij deed hier knopen, toch? Ja, of hier denk ik maar. Nou zie ik er heel jong uit daar in één keer, denk ik. Even zitten. Nou, wacht even. Oh, dit is heel schattig. Wat is dit hier? Is dit mijn haar? Dit is je haar nog en dit is het. Dit is goed. Het is heel schattig.
Oké. Okay. Ja, nou, dus dan voel ik nou me ook ben schat. Ik, nou ben ik wel weer een beetje van, ik denk van ja, die, okay. Die kan ik dan, daar kan die, ik die doen we gewoon de hele tijd zo lopen. Nou, ik vind het heel schattig. Wat hebben we nu? Laarzen. Laarzen, oké. Okay. Tijd voor laarzen. Nu is het tijd voor de laarzen en daar hebben we nog een extra twist aangegeven. Hobbel in de weg aangegeven. Dit zijn namelijk alleen maar de linkerlaarzen. En straks hebben we ook natuurlijk de rechterlaarzen. Ik hoop persoonlijk dat het twee verschillende gaan worden. Ja, en voor mij is het fijn dat ik twee dezelfde heb. Ja, maar twee verschillende zou ontzettend grappig zijn. Dat denk ik maar ook. Wie weet hebben we geluk en zijn de twee dezelfde. Ja. Waar hoop je op? Heb je een hoop? Nou ja, bij deze outfit, ja, dan denk ik toch zwart. Kijk, en zwart is in de meerderheid. Dus, want ik heb twee zwarte, een blauw en een bordeaux rode. Maar ik denk, ik vind eigenlijk mijn blauwe laars het mooist. Ja, maar hierbij, maar deze zijn ook mooi. Ik denk, zwart is denk ik toch een soort van, daar kunnen we misschien nog iets dan doen. Kunnen we dit nog, ja, maar ja, dit matcht nergens mee. Even kijken. Oké, okay. Juist. De blauwe! Ja! Maar dat is nog mijn linkerlaars, hè? Het zijn wel de mooiste. Ja, daar ben ik het wel absoluut mee eens. Gaan we die aandoen. Maar nu moet rechts nog. En de blauwe erbij. Oké. Ik ben benieuwd. Ik hoop voor jou dat het deze wordt. Ja, maar het zou grappig zijn als het een andere wordt. Ik ben heel benieuwd. Oh, je hebt zo gelukt. Oh mijn god, dit is zo chill. Oh, sorry, ik ging erop staan. Yes! Oh, maar dit loopt zoveel fijner. Oh, je hebt zo gelukt. Want deze zijn eigenlijk nog iets lager. Want daar kon ik vroeger ook mee springen dan. Ja, heel heftig. Nou, dan gaan we die maar eens even aandoen. Zo. Mijn cap moet nog. Oké, jongens, ik hoop eigenlijk nu. Want dit is eigenlijk mijn wedstrijdsetje. Want er zitten bruine bandjes in mijn. En een bruin randje hier. En het matcht enigszins. Het is bruin. Met mijn riem. Met de riem. Dus hier, dit zou wel de outfit helemaal bij elkaar trekken. Ja, dit zou het dan ook wel weer goed worden. Maken, ja. Misschien. Maar ja, het zou ook een van die vier kunnen zijn. We zijn er wel over eens dat we deze vinden we het ergst. Ja. Die vinden we, dit hier heb ik wel echt lang mee gereden, jongens. Dit vinden we echt de ergste optie om hierbij te doen. Ja. Maar dit is wel echt zo vet als hier de zon op schijnt, dan word je gewoon letterlijk verblind. Maar ja, dat kan ook niet anders met zoveel glitters. Nee, dit is echt mega veel. Dit is bijna mega alleen maar glitter. Ja, inderdaad. Are you ready? Ja. Trommelgroffel. Ja! Ja, serieus? Ja! Je hebt zo geluk. Ja, geluk. Kijk wat ik aan heb. Ja, het kan nog wel. Ja, maar nu komt het gewoon allemaal weer bij elkaar. Jawel. Jawel. Oké, dit vind ik wel leuk. Ja. Maar nou ben ik wel heel benieuwd naar Bink. Want we hebben natuurlijk heel veel verschillende kleuren dekjes. Ik heb wel een soort van hoge verwachting nu. Want ik dacht echt, dit wordt echt een drama. Want wat is nu de kans dat je iets krijgt wat bij elkaar past? En nu hebben we toch, van alles is er iets wat bij elkaar past. Ja, er zit een logica in. Er zit een logica in. Zullen we doorgaan? Ja. Yes. Ik ben helemaal klaar met mijn outfit. Maar nu is het tijd om Bink te gaan halen. En ik ben super benieuwd wat voor outfit hij gaat krijgen. En of het een beetje bij elkaar past. Ja, dat is al helemaal, want ik heb echt verschrikkelijke dekjes. Ja. Oh, Bink komt al. Oh, even zijn deken is kapot. Oh, aan de andere kant, zag je dat? Kijk, even heeft zijn deken maar kapot. Het ziet er wel echt charmant uit zo, jonge dame. Maar jou hebben we niet nodig, we hebben Bink nodig en die staat al te wachten. Go. Go. Goed zo, Esra. Hou ze tegen. Goed zo. Gelukt. Kijk eens aan, daar kunnen wij. Let's go. Kom je, Bink. We hebben Bink even op stal gezet. Even lekker het dekentje af en zijn mooie harnas. Kan hij even eten. En dan gaan wij zijn outfit bij elkaar draaien. En dan gaan we straks alles in één keer aantrekken en kijken wat het is geworden. Let's go. Ja, ik ben heel benieuwd. Want Bink staat natuurlijk wel alles, want het is wel een zwart paard. Dus we hebben in die zin, met de dekjes hebben we het heel safe gedaan. Maar ja, of we dan nog gaan matchen, Bink en ik, dat is een vraag. We hebben heel veel dekjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik ben benieuwd. Ja, ik zo. Ik vraag me af of we iets krijgen wat ook bij jou aansluit. Ja, dat kan bijna niet meer, denk ik. Maar we gaan het gaan het gewoon doen. We gaan proberen. Ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, die was echt goed in één. Dat is een goede draai. Deze, hè? Ja. Ja, vind ik ook. Ik vind het niet bij jou passen. Nee, het, nee. Ja. En dan bij de riem. Oké. De oornetjes. 1, 2, 3, 4. Abracadabra. Simsalabim. Yes. Zo, nou. Let's go. Ga voor de grijze. Kom ik op. Ik hoop voor de grijze. Ja.
Zwart zou ook al kunnen, hoor. Njong! Dat is echt zo ver. Maar dat komt dat. Ik moet het zand even verdelen. Deze was ook zo met veel kracht. Ja! Lekker, Esra! Goed zo. Okay, dan nou. Komt er toch weer een sortiment van goed. Yes. Maar ik heb ook bandages in deze kleur, dus dat zou fantastisch zijn als we die ook hebben. We moeten ook nog voor elke been een beenbeschermer doen. Dus we gaan gewoon vier keer op grijs draaien, oké? Okay? Vier keer op grijs. Ja, het maakt het wel steeds moeilijker. Ja, maar kom op. We gaan het gewoon proberen. Ja. We gaan het proberen. Dan is het nu tijd voor de beenbeschermer. We hebben alle beenbeschermers klaargelegd en we gaan vier keer draaien. Want kijk, we moeten natuurlijk wel een beetje uitdaging doen. Ja, natuurlijk. Dus voor elk been gaan we opnieuw draaien. Dus de kans is groot dat Bink straks om elk been een andere beenbeschermer heeft. Maar bij mij was het ook goed gegaan. In een andere kleur, maar bij jou is het ook goed gekomen. Ja. Dus ik heb vertrouwen in jou, Esra. Jij gaat dit rocken. Jij gaat het doen. Zoveel druk ook. Ja, zoveel druk. Maar ik wil wel een mooie outfit, hè? Zullen we? Ja. Let's go. Oké, nummer 1. Oh, draai je die bandages. Is dit niet een beetje... Ja, dit is een match, toch? Dit is linksvoor. Wordt dit linksvoor? Dit wordt linksvoor. Oké. Okay. Go! Ja, maar kijk! Wow! Ja! Dan matchen we heel goed. Als je ze nou nog een keer draait allebei, dat zou echt lachen zijn. Oké, okay, oh my god. Nou, ja, ik voel hem weer. Ja, het is deze. Dit zijn voorbeschermers, maar goed. Dan moeten die achter. Gaan we maar die dat... achter doen? Nee, oké, okay, deze mag dan wel voor. Want dan gaat die... Bink heeft natuurlijk hele grote benen. Bink heeft hele grote benen. Oh, maar ik vind het nu niet meer leuk. Ik vond het heel leuk. Is er nog iets wat ik kan doen om deze situatie te redden? Ja, dan die weer draaien. Dan is het nog enigszins. Kom op. We moeten het doen. Wow! We doen het ook nog gewoon. Ja! Oké, dus dan doen we deze voor en dan doen we die achter. Oké, die twee verschillende, dat geeft wel een klein beetje error in mijn hoofd. Maar die twee dezelfde aan de voorkant, daar kan ik wel mee leven. Ja, en we hebben wel. Bink komt er best goed vanaf. Ik denk eigenlijk wel allebei wel. Ik denk dat. Zullen we hem gewoon gaan aankleden? Ja, we gaan hem aankleden. Kom, we gaan hem aankleden. Let's go. Ja, het is toch best. Oh. Kijk nou. Maar ik heb het extra heftig gemaakt door dit hoofdstel. Door dit hoofdstel te pakken. Jij komt zo daar naartoe en zo achter die heg verscholen. En dan zie je zo. Zo dat zilver, nou ja, ik kan al wel een beetje, zeg maar, van die zit een beetje zo grijs hierin, een beetje grijs hier, en een beetje hier, en een beetje en daar. Een beetje hier. Ik denk, oh, dat past nog wel heel mooi erbij. Ja, maar dan kijk je naar de benen. En dan kom je om die heg vandaan en dan zie je die benen en denk je, oh nee, laat maar. Nee, maar ik vind, het is best wel aardig gelukt. Jawel, het is altijd, denk ik. Die bandages zijn echt de kleur van je outfit, alleen, ja, die beenbeschermers. Ja, dat heb je niet zo goed gedaan, Esra. Nee, dat heb ik niet zo goed gedaan. Nee. Ik ben heel benieuwd wat jullie vinden, kijkers. Zie ik er beter gesteld uit of ziet Bink er beter gesteld uit? Dan mogen jullie even laten... we even een rondje met hem doen. Kom eens even, Bink. Even zo. Laat me eens even je billen zien. Zo. Met je mooie bandages. Hij weet ook niet wat hij er zelf van moet denken. Nee, we hebben hem wel een beetje gestoord, denk ik, bij zijn gras eten. Ja, ik denk dat hij liever buiten stond te eten nu met zijn vriendinnen. Ja. Ik ben niet mega verdrietig erover. Nee, maar ik vind het ook leuk om dit een keer met jou en Halloween te doen. Ja. Oh, dat is een goed idee. Dat is een goed idee. Dan kunnen we een soort rematch. Misschien ja, dan kan ik jou misschien beter. Nog meer plagen. Ja, of dan ga ik jou nog verschrikkelijker eruit laten zien. Of jij bent gewoon veel nog beter dan ik en we krijgen echt een perfecte outfit. Ja, dat zou echt heel leuk zijn. Dan was dit de video. Doe een duimpje omhoog als je wil dat Bente bij mij komt. En dat we dit ook nog een keertje gaan doen, maar dan met mij en Halloween. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet om te abonneren en tot volgende week. Doei doei!